Goedemorgen allemaal. Of goedemorgen, ja, het is 10 uur. Goedemorgen. Vandaag is de dag van de kunstenaar. Tada! Kunstenaar. Ik denk dat we vandaag eens een zelfportret gaan maken. Dat mag je natuurlijk ook van jezelf, want ja, jij bent nu ook aan het tekenen. Je tekent met mij mee, dus je mag misschien jezelf ook een kunstenaar noemen. En ja, laten we eens een zelfportret. Ik ga mezelf tekenen. Kijken of dat een beetje wel lukken zonder spiegel. Maar goed, makkelijk natuurlijk. Zo'n snor, zo'n sik. Een beret. Ja, teken je weer mee? Dan gaan we een zelfportret tekenen. Ja, vandaag de dag van de kunstenaar. Nou, wie is er nou, wat heb ik er nou een beter voorbeeld als misschien mezelf? Ja, kunstenaar. Ik ben misschien wel een beetje kunstenaar met al die tekeningen. Laat ik dan eens een zelfportret maken. Beginnen met de neus. Nou, ik heb een beetje... Heb ik zo'n neus? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Goed, zo. Zo. Ja. Altijd lastig jezelf tekenen, hè? Dat zie je wel weer. Deze borstelige wenkbrauwen zo. En dan mijn snor. En ik heb een krulsnor. Dus en een lange sik. Zo. Een beetje een bolle kop heb ik wel. Dus zo. Oren eraan. Zo. Dan doen we nog bakkenbaarden. Ja, ik heb natuurlijk altijd een baret op. Nou ja, niet altijd hoor. Maar wel op de video's. Dus dan moeten we die baret maar tekenen. Zo. Zo. En zo'n blouse met zo'n touwtje, zo een beetje een kiel. En ja, ik denk dat dat zo wel een beetje de kunstenaar is. Altijd vrolijk. Dat zie ik wel. Zo. Ik vind dat we zo best een goede kunstenaar hebben. Misschien moeten we nog even zo'n palet. Zo'n schilderspalet met verf erop. Dus kwast die er bij vast heb. Zo. Heeft hij er een beetje afloopt zo. Nou goed, dat maakt niet uit. Ezel. Doekje daar natuurlijk achter. Achterkant van het doek, hè. Dus het doek zo. Dus die hier nog vaak zo van die houtjes in die hoeken. Om die hoeken een beetje te stellen. Zo. Dat loopt natuurlijk door. Zo. Natuurlijk ergens nog opstaan, zo'n ezel. Dus die loopt nog even door. Ook dat hij niet omvalt. Nou goed, de kunstenaar. Ik kan het natuurlijk nog inkleuren. Is met zwart weer wat lastiger. Ik merk weer dat ik nog steeds geen andere stift heb. Maar goed. De bovenkant komt het licht vandaan. Dus dit mag licht blijven. Zo. De kunstenaar.
zelfportret. Eigenlijk altijd nog even signeren natuurlijk. En dan wordt hij ook nog geld waard. Goed. De kunstenaar moet zijn werken signeren. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.